Nou, maar Schutter, je wordt Nederlands kampioen. Dat heeft ook nog een andere consequentie. Je mag naar DK. Dat klopt, dat klopt. Ik had de B-limiet gelopen 2 weken geleden. En aangezien niemand de A-limiet heeft gelopen, mag ik nu naar het EK. Dat is heel fijn, zeker. 3000 meter steeple. Ja, je zit in een mooie traditie, Simon Vroom, veelvoudig nationaal kampioen natuurlijk. Wat zijn jouw ambities eigenlijk op deze afstand? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet zo goed. Ik probeer altijd een beetje de afstand te kiezen die het best bij me past. En na vorig jaar een goed seizoen de steeple te hebben gelopen, dacht ik nu dat gaan we weer doen. Dus ik vind het hartstikke leuk om de steeple te lopen. En nu mijn eerste titel, dat is ook altijd fijn. En nu gaan we zien wat ik verder kan op de steeple. Je bent veel in de Verenigde Staten te vinden, hè? Portland? Ja, dat klopt, dat klopt. Ik ben daar nu 2 jaar en komend jaar is dan mijn 3e jaar. En ook deze mijn laatste jaar aan de Universiteit van Portland. En ik heb het hartstikke naar mijn zin daar, dus dat is super. Is dat een gunstige ontwikkeling in je eigen carrière, die tijd daar in Portland? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik heb altijd wel stap weten te maken elk jaar, onder Bram Wassenaar hier. En daar heb ik nog steeds goed contact mee. En ik merk dat ik nu in Portland ook weer 2 jaar achter elkaar 2 keer een grote stap heb gemaakt. Dus zolang ik die stap blijf maken, gaat het goed. En blijkbaar was Portland een goede keuze. Heb je nog nagedacht over de 10.000 meter? Ja, zeker. Maar het jammer was, eigenlijk aan het begin van het seizoen dacht ik al, misschien ook wel voor de 10.000 voor het EK gaan. Maar ik wist ook al aan het begin van het seizoen dat ik er niet bij kon zijn bij de Gouden Spike. Dus toen nieuws bekend werd dat het team bij de Gouden Spike gehouden werd, was ik aan de ene kant had het me hartstikke leuk geleken omdat het mijn thuisbaan is. Aan de andere kant kon ik gewoon niet eerder terug, dus dat was jammer. Dus toen was voor mij duidelijk, ik ga wel proberen een goede 10 te lopen, maar daarna ga ik me de steeple focussen en daarvoor proberen EK-limiet te halen. Had je nog in Stanford gelopen, in Invitational daar? Ja, ik liep uiteindelijk 28:34 en dat was uiteindelijk was dat ik bij de A-limiet zelfs, maar dat had ik zelf helemaal niet door. Ik dacht ik ga voor 28:45. Nou, was dit al een positieve verrassing. En achteraf denk je, ja, misschien ook toch wat harder weg moeten gaan. Maar hartstikke blij met die tijd. En fijn dat ik nu toch naar het EK kan. Kijken naar jouw techniek, die is best goed, hè? Als de horen zo bekijkt, dat gaat niet verkeerd. Ja, nou, ik oefen er ook echt veel op. En ik merk nog steeds dat ik stappen in maak. En vandaag was gewoon heel erg mijn doel om een beetje in mijn ritme te komen. En lekker over die balk heen te gaan. En dat ging wel goed, dus daar ben ik wel blij mee, ja. Heb je daar je speciaal nog wat op toegelegd, op je horrentechniek? Of is dat het dat je er gewoon even bij pakt? Nee, dat is wel echt, dat kost wel echt tijd. We trainen eigenlijk 3 keer in de week op hordes. En dat zijn dan gewoon een beetje sprongen, een beetje versnellingjes over hordes heen. En dan een beetje 1 of 2 weken doe je het ook wel eens in de baantraining. Dus dat kost echt wel tijd, ja. Hoe is je weg nu naar Berlijn? Hoe ga je het verder aanpakken? Ik ben van plan om trainingstage te gaan naar St. Moritz. Nog even kijken hoe lang, waarschijnlijk 3 tot 4 weken. Dat lijkt me heel gaaf. Ik ben nooit echt op hoogstage geweest. Dus ik hoop dat ik daar nog een stap kan maken en dan knallen op de EK. Leuk seizoen zo! Zeker leuk seizoen, heel leuk. En het blijft ook maar doorgaan, dus dat is super. Succes in Berlijn. Dankjewel, dankjewel.